Want Jill, antiracisme demonstraties in het buitenland verliepen een stuk minder rustig dan bij ons. Ja, dat kun je wel zeggen. Hier in Nederland, gisteren in Zwolle en Maastricht, kwamen honderden betogers op af. Maar dat verliep allemaal rustig. Het was heel anders in Engeland en in België. In Londen bijvoorbeeld werd het standbeeld van Winston Churchill beklad. Was een racist, stond erop geschreven. Er zijn na het protest gisteren 14 agenten gewond geraakt in die stad. En in totaal zijn er afgelopen week 27 agenten gewond geraakt na die protesten. In Bristol gingen ze ook aan de haal met een standbeeld. Dit keer van de lokale held Edward Colston, die een fortuin zou hebben verdiend aan slavenhandel. Ze trokken het beeld met touwen om, ja, en vervolgens verdween het bronzen beeld zo in de haven. En in Brussel kwamen er 10.000 betogers af op het protest. Dat protest zelf verliep rustig. Maar het ging om het moment daarna. Toen trokken groepen jongeren rellend omliggende wijken in. Vernielden winkelruiten, er werd brand gesticht en er werd volop geplunderd. Ja, de politie moest alle zeilen bijzetten om de boel uiteindelijk te kalmeren. En er zijn 150 arrestaties verricht. Gigantisch natuurlijk. Ja, en zo schiet je je doel denk ik wel een beetje voorbij. Hier is... Wat denk je als je dit soort beelden ziet? Nou, dat van Churchill begrijp ik niet helemaal. We zitten in de D-Day-herdenking deze week. Dus als iemand dat fascisme versloeg, is het Churchill wel geweest. Dus dat begrijp ik niet helemaal goed. Ik zie ook wel hele mooie dingen als je kijkt naar Chicago, Washington. Hoe mooi en hoe vredig de demonstraties kunnen zijn. Dat is echt denk ik een hele belangrijke boodschap waar je jong en oud echt heel mooi verenigd ziet. Plunderen is daar gelukkig voorbij. Dus waarom dat nu zo wordt overgenomen, dat vind ik een beetje jammer hier in Europa. Het is niet nodig. De boodschap is denk ik sterk en mooi genoeg. Samira, hoe kijk jij ernaar? Ja, hetzelfde. Echt, het gaat zo voorbij aan de boodschap. Hè. Allemaal tegen racisme, tegen fascisme, discriminatie. En het is ontzettend jammer, want ik zie ook inderdaad in verschillende steden waar het gewoon heel goed gaat en waarin mooie dingen gebeuren, waarin mensen met elkaar samen echt letterlijk hand in hand tegen racisme willen strijden. En dit is echt zo jammer, want het gaat nu alleen maar hierover. We hebben ook in Nederland natuurlijk gezien, hè? Bijvoorbeeld hè, toen het begon in Amsterdam, dan gaat het alleen maar over hè, mag je bij elkaar zijn, de afstand enzovoort. Maar die boodschap moeten we blijven echt verkondigen met elkaar en voor elkaar.